We binnen hier in het kerken van Achlem. En deze kerk staat hier al meer dan 1000 jaar. Echt geweldig. In deze kerk ben het al meer dan 1000 jaar een bijzondere familie. En die familie die koor eens geen ien. Die wennen hier wel, maar geen mens die het wist. En toen ik hier kwam, heb ik kennis met haar maken. Je me hier nou als jongen denk waar ik ben. Ik ben een moes. Ik ben een heel bijzondere moes. Want ik wen je in het kerkje van Achlem. Ik wen je op een prachtig schoolplakje. Een schoolplakje dat net in je vinden kan. Mijn hele familie had altijd al in het kerkje wennen. Dus huid en mem, dus paak en beppe en gingen samen terug. Heel lang lien, doet het kerkje bouwd is, doe is mijn familie daar dadelijk wen je gaan. Daarover vertel ik je me een orenkerel. Doe ik hier in Achlem kwam als dominee, toen dacht ik, ik wil ik wat voor de bijen in het kerkenkrantje doen. En zodoende is door het idee ontstaan om van binnenuit, vanuit het kerken, een heel iets kniepeetje naar de gemeente en de bijen te doen in de vorm van een bijenverhaaltje. En ik wil ik dingen vertellen, heel leegdrompelig, hoe dingen dit in het kerken gebeuren. Nou, en zodoende is het moeskeverhaal ontstaan. Mijn tieners en zijn familie. En toen? Nou, meisje vond het leuk en toen weer er zien die zei, dominee, je moet daar een boekje van maken. Ach, ik zei, wie zit er nou op te wachten? Nou ja, dat weet je net, jij er zat je door. En dat is natuurlijk, ik zei. En dus het boekje is komen. En nou ja, in de gemeente ben natuurlijk al heel wat meisjes die het ongeskaft hebben. En je kent het ook bij de boekhandels, een keer op je eigen wollen. Maar de opzet is gewoon, ach... Die liet ik wat taasbaas achter. Een heel soort preken binnen zo vluchtig. De meesten jaren het. En dan hoop je dat het geest van de Heer trof werkt. Maar het is satirisch. Nou weet ik wel, boekjes ik tijdelijk jaren. Maar het is wel wat taasbaarder. Dat is wel grappig. No? Goeie. Goeiedag. Wat ben je me onderaan? Nou, we winnen even wat aasvisje vangen. Maar dan had die man een knoopje erin. Dan wilde dat er even uit halen. Hij de boven in het tiers? Ja, de boven in het tiers, joh. Zij er altijd wat? Ja? Ja, net. Ja, dat weet ik net. Nou, ja. Wat heb je om mijn nek? Dat is mijn deespuit. Ja. Dan kan ik gewoon even een klutje er aan en dan zou je nog een hek. En dan vangen. Dus je bent wel een professional? Ja. Nou, dat weet ik net. Dat weet ik niet. Maar ja. wie doet het best? Wie doet het best? Joshua, dat ik wel uit als een beetje een echte visker. Jawel, hè? Ja. Oh, mooi. Nou, wie of het rijden kennen en een beetje zonbloem en visje vuist ik alle dagen. Ja? Ja, alle dagen even. Ja, joh. Maar de dikke vond die mag nou wel komen, hè? Ja. Zelfs verleden die ik nou, verleden die visken, dan, dan weer Dijs gemiddeld 140, 150 dikker vonden. Als je nou Dijs 50 gaan, maar je blijft werden. 140, 150? Ja, die man. Dat is een Engelsie? Ja, dan, die, ben ik wel daar van 250, 240. Goeie Dijs 300. Al je maat van. En dan maak je tenminste een boot en net. Nee, ik zit gewoon met het zoltje daar. En die man die zit daar. En. Zou vol, hè? Ja. Ja dat is maar wat doe je dan mooi? Ja, nee, ik leef net en bij ons dan van de hoed gaan tellen ze en dan komen ze erin. Dat is gewoon een pure hobby. Maar is het net dat je dan 1200 keer dezelfde is? Ja, ik ben iedere keer dezelfde. Ja? Nee, dat zei je nog wel. He, maar de zon reageert. We hebben visken die we goed vangen, die we mogen wegvangen. Dan bedoel je dat er jongens zitten, vang je ze zelf voor een weg. Ja, dat deel ik weer. Ja, dan komen we bezig hè, maar ja, dat is ik zo. Dat is ik zo. En dan wie de meeste vangt? Nee. Maar dat vindt de oude baas hoor. Ja? Ja. Ja, nee.
Dus, en maar waarom, wat maakt het jou dan dat ze een goede visker? Dat weet ik niet. Nou, ervaring elke dag met water. Dat is hem. Ja? Ja. Heel blij dat Creo de handen giet in het visken. En de, ja. dat doe ik wel dat. Maar dit lukt net zo best, wel? Ach nee, man. Maar moet erin deur, hè? En dit is mijn collega. Had je maar even verteld van die dingen gehaktbal? Die ja. Is vanmorgen gewoon hard. Ja. Klaar, hè? Ja. Had je het dus wel verteld? Nee, eigenlijk weer. Dat zeg ik vertellen, trekjes van de morgen kwam je een mandje, die moest wat aasvisjes broeken, voor het snoekbeertje. Ja. Nou, Henk wordt bewaard en ik bewaard en dan kwam er in jouw toven allebei de twee dingen gehaktbal. De man. Ja. Jim hebben een goede dag, hoor. Zij duizend gehakt bij taai. Maar wel lekker. Oké. Okay. Nou, en dat is mijn collega. Ja? Ja. Ja, ja. Die brengt je met die slokjes, hè. Och, dat gaat wel, ja. Ja, weet. Nou, ik sla even wat heen. Ja. Man. Bedankt, heren. Hoi. Hoi.